In het voorjaar van 2011 opent in de Efteling Ravelijn, een kantorencomplex en attractie in één gebouw. Met het plaatsen van dit torentje werd het hoogste punt bereikt. Symbolisch, want door de harde wind blijft het torentje uiteindelijk hier hangen. Directievoorzitter Bart de Boer opende alvast de toegangspoort voor de attractie. Wat is nou Ravelijn? Nou, Ravelijn is allereerst een attractie. En daar ziet u hier de magische poort van, die we straks zullen openen. Maar om eerlijk te zijn, Ravelijn is ook ons kantoor. Bart de Boer, achter u vereist Ravelijn. Wat is belangrijker, een nieuw theater of een nieuw kantoor? Dat ga ik je straks vertellen, maar ik wil je eerst een cadeautje geven. Kijk, dit is een van de leitjes die we op het... En je ziet, het zijn echte leitjes. Dus misschien kan die in het archief van Eftelist. Ja, pak hem maar aan, dan sta jij er verder mee. Ik geef toe op dat torentje. Die zijn zo hoog, die zijn niet echt. Maar hier echt op het dak... Maar de vraag, wat is het belangrijkste? De show is het belangrijkste. Natuurlijk, we hebben nieuwe kantoren hebben we nodig. En... er zitten mensen al tientallen jaren in noodgebouwen. Als het waait, waaien hun papieren weg. Maar ja, je investeert eigenlijk niet in noodgebouwen, je investeert in attracties. Met een extra bureaustoel is er nooit een extra bezoeker gekomen. Nou ja, daarom maar deze combinatie. Ik denk dat dit een kans voor ons is. Ja, een kans, daar komen we zo meteen nog even op terug. Is er gemis geweest de afgelopen jaren? Een theater voor parkshows? Nou ja, eigenlijk wel een beetje. We hebben natuurlijk, ons theater is nu musical theater geworden. Dat lag ook een beetje decentraal, dus dat hebben we niet zomaar gedaan. We hebben natuurlijk wel steeds meer ervaring met live entertainment, met storytelling. Nou ja, dat komt hier allemaal samen, dus ik denk dat er behoefte aan is. Kansen, u had het er net al over. U heeft de kans aangegrepen om Droomvlucht op te knappen. De loods is afgewerkt, het Sint-Nicolaasplaats ligt op dit moment open, dat wordt gerenoveerd. Bewuste keuze? Wordt dit hele stuk aangepast van het park? Nou ja, kijk, ik heb mij van het begin dat ik hier was geërgerd aan die bunker van Droomvlucht. Ik bedoel, Droomvlucht is onze mooiste attractie, wordt nog altijd het beste gewaardeerd van alle attracties. En als je hier dan op een parkeerterrein komt, dan zag je daar een soort gecamoufleerde bunker. In combinatie met Ravelijn... hebben we daar een potje voor gevonden om dat zo te combineren. U gaf het net al aan, Eftelist die let op de details. Nou, we hebben er nu een bewijsstuk van. Onvermijdelijke vraag en langzamerhand verschijnt er een glimlach op uw gezicht. Ja, onze hart zoekt natuurlijk wel een beetje over, want het is best piekse attractie. Bewuste keuze geweest. Ja, tegen jullie durf ik niet te vertellen of het pieks is, ja of nee. Ik bedoel, maar je ziet, de stijl evolueert in de Efteling. Ja, dat gaat de ene keer een kant op die mensen wat meer aanspreekt dan de andere. Je moet natuurlijk wel proberen om je kernwaarden te bewaren. En ik heb het gevoel dat we hiermee weer heel dichtbij zijn bij de oorspronkelijke ideeën. Hoewel, ja, het is niet zoals Piek heeft dit niet getekend, maar het is... Ja, elementen zijn erin te vinden. Nou ja, het borduurt voort op datgene wat de kern van ons park maakt. Welke kant gaat de Efteling op de komende tijd? Is het die mediakant of blijven jullie dichter bij de parel? Nou, kijk, het park is en blijft de parel. Je concurreert als park met steeds meer zaken. Zeker nu, met televisie kijken, uitslapen, sporten, noem maar op. Je moet niet alleen met andere attractieparken, maar met alles wat je lesje zou kunnen noemen. Dus ook een televisie? Nou ja, ook een televisie. Dus daarom investeren we nu ook. Hè, jullie weten, het aantal bezoekers van het park liep eigenlijk toch een beetje terug. Of was op zijn positief gezegd stabiel. Dus je moet zorgen dat je attractief blijft. Nou, dat doen we op een manier waarop wij vinden dat we onze kernwaarden overeind houden. Nou ja, en dan is Ravelijn nu de volgende stap. En met media brengen we Efteling gewoon thuis. De combinatie is het mooiste. Kijk, ik roep altijd, Disney begon met een muis. En die zijn toch zeker in Amerika nu buitengewoon succesvol. Ja, nou ja, het wordt tijd dat wij die muis ook krijgen. Ja, precies. Maar dan in een pieksjasje. In een pieksjasje. Want ik bedoel, de kern, hè, de sprookjes bestaan. De kern blijft ons sprookjesbos. En alles wat daar omheen gebouwd is. Want zonder die uniciteit geen Efteling. Nou ja, ik zit hier nu 2 jaar en de eerste vraag die je dan stelt, waarom is die Efteling nou zo succesvol? Jullie kunnen beter dan ik noemen met parken die dan niet zo'n succes zijn. Nou, dat is toch de kern die we hier hebben. Sander de Bruin ontwierp dit project. Een groot project is het, een groot ontwerp.
2012 nadert, is hij de juiste man om ons ook dan te voorzien van een nieuwe attractie. Ja, je probeert het nu op een andere manier proberen. Er komt een jubileumattractie, althans dat is vrijwel zeker. Maar ik ga er nog helemaal niks over vertellen. We zullen jullie uitnodigen als we daar bekendheid aan. Ik moet niet gaan doordraaien, het heeft geen zin. Nee, dat heeft geen enkele zin, echt niet. Het gaat over het gezin Woudenberg dat verhuist van de stad naar een oude herberg aan de Kinderboekenschrijver Paul van Loon schreef het verhaal bij Ravelijn, waarvan volgend jaar ook een boek verschijnt. Paul van Loon, als vijfjarige voerde jij toen ook al hollebolle gijs? Ja, ik denk het wel. Misschien was ik zes, maar ik kom al vanaf mijn jongste jeugd in de Efteling. Altijd groot liefhebber geweest. Ja, het is iets wat erbij hoorde. Wat gewoon, ik weet, mijn oma die had een busbedrijf en die reed dan mensen naar de Efteling. En daar mocht ik wel eens mee. En toen woonde ik nog in Limburg. En toen ik zes was, verhuisden wij naar Waalwijk. En nou ja, de Efteling is eigenlijk altijd een beetje, als het ware, mijn achtertuin geweest. Was je als buurman al een tijdje aan het wachten op een verzoek van de Efteling? Niet echt. Ik heb in de loop van de jaren meerdere malen contact gehad met de Efteling, met de bedoeling dat we ooit eens iets voor elkaar konden betekenen. Maar nooit iets concreets? Nee, gewoon plannen. We hebben het gehad over de griezelbus en allerlei dingen. Zo, tot we ineens hierbij uitkwamen. Het was een makkelijk besluit om ja te zeggen. Ja, het was het belangrijkste voor mij als ik met iemand dingen doe, met anderen, dan moet ik gewoon met plezier met die mensen kunnen samenwerken. En dat was meteen geweldig. Voelt het als een soort verfilming van je boek? Of is dit mooier? Weet je, het is allemaal anders. Een verfilming van mijn boek is niet mooier dan mijn boek. Het is anders. Een verhaal wat werkelijkheid wordt, is ook weer anders dan een film en ook weer anders dan een boek. En eigenlijk is het allemaal even mooi. Ik maak alleen maar wonderen mee. Je hebt intensief samengewerkt met Sander de Bruin. Hij visualiseert wat u bedenkt. Ja. Hoe gaat die samenwerking? Hoe verloopt die samenwerking? Ja, prima. Sander is natuurlijk een geweldige tekenaar. En zeker voor zo'n jongen is het eigenlijk enorm wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ik geloof niet dat er andere jonge ontwerpers of tekenaars zijn die ooit zo'n kolossaal gebouw ontworpen hebben en wat er zich daar allemaal in afspeelt. Dus dat is bovendien een heel aardige jongen. En dat vind ik altijd. Ook niet onbelangrijk. Is heel belangrijk voor mij. Ik moet mensen aardig vinden waarmee ik werk, anders stop ik ermee. De stijl die wordt gehanteerd, dat vindt u ook goed passen bij uw verhaal? Ja, absoluut. Het is uiteraard een stijl die ook heel erg bij de Efteling past. Dat is op de eerste plaats belangrijk. Maar het past heel goed bij het verhaal. Er komen een aantal teasers, een televisieserie. Het is wel een groot project. Het is een groot project. Ik ga nu het boek schrijven. Want ik heb het verhaal geschreven, maar het verhaal is waarop de parkshow gebaseerd wordt. En dat is weer iets anders dan een boek. Dus voor het boek moet ik helemaal van vooraf aan beginnen. Omdat een verhaal voor een parkshow is in feite beschrijvend. Je moet beschrijven wat er gebeurt. En een boek moet je zodanig schrijven dat de lezer het kan beleven. Dus belevend. Heeft u zich veel aan moeten aanpassen aan de stijl of aan de wil die de Efteling wou? Of is het echt puur Van Loons? Het is Van Loon en de Efteling. En de stijl is verder gewoon zoals ik schrijf. Maar dingen die er waar het over gaat, de Efteling is op de eerste plaats aankomen zetten met een aantal elementen waarvoor ze graag een verhaal wilden hebben. Ja, dat is wat zo'n vloeiende samenwerking. En dan moet je een beetje treffen dat als je samen daarover hebt, dat je hetzelfde denkt en dat je dezelfde ideeën krijgt als het ware. Dus dat ging, beter kan eigenlijk niet.